Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim. Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim. Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim voor Nick. Jasper uit Utrecht had een opa die altijd al hetzelfde neuriede. Hetzelfde melodietje de hele dag door. En Jasper heeft dat melodietje van hem overgenomen. En neuriet dat nu ook heel vaak. En wil er gewoon eigenlijk wel zijn eigen symfonie van. Jasper, wat een mooi melodietje. Ja, is goed, hè? Ja. Ja. Het roept eigenlijk om een symfonie dat nog niemand ermee aan de haal is gegaan eigenlijk. Wanneer deed je opa dat? Bij welke bezigheden dan? Nou, die deed het eigenlijk zeg maar, op momenten dat hij zich gewoon dat hij gewoon alledaagse handelingen deed. Dus het inschenken van koffie of het uitserveren van gebak. Je hoort wat de opa's en oma's doen. Dan deed hij dat. En dan pikten wij dat op. En nu doe jij hetzelfde dus ook als je gebak aansnijdt. Alle keren als ik gebak aansnijd, doe ik dat ook. Nee, maar hij sluipt er toch een beetje in. Dat merk je toch wel. We hebben jouw melodietje, of eigenlijk dat van je opa natuurlijk. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog, ja. Hij neurt iets minder nu, maar hij leeft nog wel. We hebben dat doorgegeven aan het VU Studentenorkest. En zij hebben er eens even hun hoofd over gebogen, over dit melodietje. Eloïse. Eloïse, die speelt de trompet. Wat heb je ermee gedaan? Vertel eens wat over dit melodietje. Hoe was het, Eloïse? Ja, nou, deze week is een wat simpele melodie dus. En eigenlijk is het een duet geworden tussen een fagot en een hoorn. De fagot speelt de melodielijn en de hoorn speelt een soort tegenmelodie. En het is in een 3/8 maat soort geschreven en daardoor lijkt het een beetje op een slaapliedje. En is het gewoon een hele simpele en leuke melodie. Dus ja, zoals die opa, want dat meezingt eigenlijk. Wat leuk! Ben je benieuwd naar, Jasper? Nou, absoluut. Ja, ik wist niet dat dit er allemaal in zat, maar ik ben heel erg benieuwd, ja. Dit is dus jouw melodie en die van je opa. En dit is uiteindelijk jouw symfonie geworden. Helemaal van God los. Waanzinnig. Oh, mooi. Van harte, Jasper. Ja, dankjewel. Waanzinnig, jongens. Hoe moeten we hem gaan noemen, jouw symfonie? Dit is... koffie en gebak. Koffie en gebak in... wat was het? Was het in majeur of in mineur? In majeur, Eloïse. Koffie met gebak door het VU Studentenorkest. En de componist was natuurlijk oorspronkelijk Jaspers opa. Eloïse, heel veel succes. Dankjewel. Tot volgende week bij van het VU Studentenorkest. Dankjewel. En Jasper, daar komt hij nog één keer voor je. Ja.